Vandaag neem ik jullie mee naar de wonderlijke en waterrijke wereld van de Humboldt-pinguïn. Hey, mijn naam is Leon en ik ga jullie wat vertellen over biodiversiteit. Biodiversie wat? Biodiversiteit. Een totaalpakket van de grootste dieren tot de kleinste bacteriën. Dus niet alleen de miljoenen verschillende soorten dieren die op deze planeet wonen, maar ook de bloemen, planten, schimmels en micro-organismen. Super interessant toch? Daarnaast bestaat biodiversiteit uit alle soorten verschillen binnen een soort, uit de verschillen tussen soorten, uit de relaties tussen die levensvormen en uit de verschillende leefgebieden waar die dieren voorkomen. Kortom, trek je laarzen aan, doe je verrekijker om en ga mee op onderzoek. Mensen denken wel eens dat pinguïns met hun prachtige zwart-witte veren allemaal heel erg op elkaar lijken. Maar toch zijn ze allemaal anders. Net als de kinderen in bijvoorbeeld jouw klas, verschillen ze ook heel erg van elkaar. De pinguïns die het beste kunnen zien onder water of het snelst kunnen zwemmen, zij vangen de meeste vis. En zij hebben dan ook de meeste kans om te overleven als er wat minder voedsel te vinden is. Het kan zijn dat het aantal roofdieren op het land of in de zee verandert. Er kunnen roofdieren bijkomen en er kunnen roofdieren weggaan. Op het land ontsnapt de pinguïn die het snelst kan rennen of over de rotsen kan klauteren. En in de zee ontsnapt de pinguïn die het snelst kan zwemmen. Hoe meer ze van elkaar verschillen, hoe groter de kans dat sommige van hen overleven als de leefomgeving verandert. Hoe meer verschillen tussen soortgenoten, hoe groter de biodiversiteit binnen de soort. Er zijn natuurlijk nog grotere verschillen tussen de pinguïn en andere diersoorten. Een pinguïn is een vogel, net als de zeemeeuw die langs de kust vliegt. En een pinguïn legt eieren, ze hebben vleugels, maar toch kunnen ze niet vliegen. Een pinguïn kan wel goed zwemmen. En dat kan die zeemeeuw dan weer niet. Dat komt door de zwemvliezen tussen hun tenen. Wist jij dat de botten van pinguïns veel zwaarder zijn dan die van vogels die wel kunnen vliegen? Want daarmee kunnen ze dieper duiken als ze op zoek gaan naar een lekker visje. Je kunt de Humboldt-pinguïn herkennen aan hun prachtige zwart met witte verenkleed. Zo hebben ze een witte buik en een zwarte rug. En rond de snavel hebben ze een soort roze plek. En die plek is roze, omdat daar geen veren kunnen groeien. Via die kale, roze plek kunnen ze warmte kwijtraken. En dat is maar goed ook, want de Humboldt-pinguïn is een van de weinige pinguïns die woont in een warm gebied. Ja, als deze pinguïns op het land zijn, dan kunnen ze het behoorlijk warm krijgen met die hele dikke speklaag. Hoe meer verschillende soorten dieren er zijn, hoe groter de biodiversiteit. De Humboldt-pinguïn jaagt graag op ansjovis, haring, sardines. En ook inktvissen en garnalen staan op het menu. De pinguïn heeft dus een hele belangrijke relatie met vissen. En ze jagen overdag. Hun leefgebied wordt erg beïnvloed door de koude, voedselrijke Humboldtstroom in de zee. Elke paar jaar wordt die zee opgewarmd door een warme zeestroom. Deze zeestroom heet El Niño. En door de warmte zit er veel minder zuurstof en voedsel in het water. Er zwemmen dus veel minder vissen. En daardoor sterven veel Humboldt-pinguïns door verhongering. Door klimaatverandering gebeurt dat steeds vaker. Humboldt-pinguïns zijn niet alleen roofdieren, maar ook prooidieren. Ook zij hebben hun vijanden. Op het land worden hun eieren namelijk opgegeten door onder andere vossen of zeevogels. En als ze in de zee niet snel genoeg wegzwemmen, dan lusten haaien of zeeleeuwen of zelfs orka's wel een lekker stukje pinguïn. Maar gelukkig hebben die pinguïns een schutkleur. Een roofdier dat onder hen zwemt kan hen niet zo goed zien, omdat die witte buik wegvalt tegen de lichte hemel. En als een roofdier boven hen zwemt, dan valt de zwarte rug weg tegen de duistere diepte van de zee. Schimmels en algen zijn ook vijanden van de pinguïn.
En om zich tegen hen te beschermen hebben ze iets heel slims bedacht. Er zit namelijk een klier bij de staart en die klier scheidt vet uit. En met de snavel smeren ze dat vet over het hele verenkleed. En daardoor kunnen die schimmels en die algen zich niet hechten aan de pinguïn. Om te overleven heeft de Humboldt-pinguïn dus ook andere levensvormen nodig. Zoals vissen. En de bacteriën in de darmen zorgen voor vertering van het voedsel. Ze hebben ook relaties die ze niet zo fijn vinden, zoals met haaien of met schimmels. Zij hebben de pinguïns juist weer nodig om te overleven. Hoe meer biodiversiteit, hoe meer levensvormen de kans krijgen om te overleven. Weten jullie waar de Humboldt-pinguïn woont? Kijk hier maar eens even naar. Humboldt-pinguïns leven langs de kust in het westen van Zuid-Amerika. Hun leefgebied bestaat uit ijzig koud zeewater, warme stranden en rotsen. Soms zwemmen ze wel honderden kilometers op zoek naar voldoende vis. Ze wonen in groepen langs de rotsachtige kust. En omdat daar veel vogels leven die hun smaak in vis delen, is er veel guano. En guano is een soort droge poep waar de Humboldt-pinguïn holen in graaft om de eieren te beschermen tegen roofdieren. Zoals jullie kunnen zien kan de Humboldt-pinguïn niet zonder zee en strand. Net zoals de panda, die niet zonder bamboebossen kan. Of de monnikscheer, die niet kan zonder droge gebieden met weinig bomen. Hoe meer verschillende leefgebieden er zijn, hoe groter de biodiversiteit is. Leuk dat jullie hebben gekeken. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over biodiversiteit en dat jullie begrijpen waarom het zo belangrijk is om biodiversiteit te beschermen.